Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Marco ten Bolschil, je vertrekt bij Excelsior 31. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ik speel een aantal jaren tussen 1 en 2. Ik heb bij mezelf nagedacht van, wil je dat altijd blijven doen? En Bram Vrij die belde me op en vroeg of ik interesse had om andere clubs te gaan spelen. Ik dacht dat lijkt me wel een mooie stap. Hoe kijk je nu terug op jouw tijd bij Excelsior 31? Ja, ik heb een leuke tijd gehad en ik heb een aantal wedstrijden in de topklas gespeeld. Nou, dat is ook altijd wel fijn. Maar nog niet echt als basisspeler in het eerste geweest, maar ja, dat zat helaas niet in. Je zegt al, je kwam na je uitstapje terug bij Go Ahead Eagles. Was je een paar keer gelijk eigenlijk trefzeker. Hoe komt het dat het daarna iets minder is gegaan? Dat is een goeie. Het is misschien te maken met zelfvertrouwen of zo. Maar toen raakte ik ook geblesseerd en het is altijd weer wat moeilijk om terug te komen, zeg maar. Welke momenten zul jij niet snel vergeten hier in Reizen? Mijn debuut, waar ik ook doelpunt maakte, dat was wel speciaal. Kun je dat doelpunt nog even beschrijven? Was tegen Dato uit en kreeg de bal op het middenveld en ik schoot van afstand naar rechts. En hij werd iets van richting veranderd, maar hij ging er wel in en ik was wel blij. Je gaat nu naar Hulsense Boys. Welke verwachtingen heb je van die club? Ik probeer me daar natuurlijk in het eerste te knokken en daar belangrijk te zijn voor het team. We zullen zien hoe dat gaat. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen nog voor wat betreft bijvoorbeeld verbeteren van spel of techniek? Ik wil meer bal vast zijn en wat sterker worden. Mijn kwaliteit is scoren, dus daar moet ik het van hebben. Heel veel succes en dankjewel voor je tijd hier bij Excelsior 31. Dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.